De mens is zijn hele leven bezig om dingen te verzamelen ten einde daar een oudere leeftijd van te genieten. En als het dan zo ver is, gaan ze dood. De stommelingen. Ja, dat lijkt op Jacques Prévert. Ja, ook ja, ja. Triest. Ja, triest is l'enfance. Je zit au fond dans le brouillard des vieux vieillards. Dat is ook heel mooi. Ja, maar de lelijkheid is mooi van Dorenstein. En het huwelijk. We hadden het net over het huwelijk. 142. Dit is heel mooi. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven. Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven. Toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte, hij ging tekeer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed ze niet, al zoog zijn helse mond er middag uit de gebeten. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen en niet klagen en rilde waar ze stond, maar leefde. En bleef gezond. Hij dacht, ik sla het dood. Ik steek het huis in brand. Ik moet die schimmel van mijn schoenen. Maar precies, ook ben aanwezig. En rennen door het vuur en door het water plassen. Tot in een tot bij een ander lief en enig ander langs. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg. En moet je me bellen, zeg je? Moet je even kijken. Maar ook de moedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer naar slaap te gaan. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden geboren en zagen dat de man die zij hadden gehaald heeft, bewegingloos en zwijgend, bij een vuur gezeten, de God vergeten, een verschrikkelijke aandoening. Het kan alleen maar Dorenstein zijn. Yeah!